What's good, Kill Family? Ja, het keeltje gaat nog niet zo goed. Moet even gesmeerd worden. Oké. Okay. Jongens en meiden, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als de maker van Nee. Nee! Ik bedoel, Busy maakt een liedje dat heet Ja. Ik denk, ja, ik maak gewoon nee. Fuck it. Ik zou trouwens Busy wel een keer willen roosten. Busy, mag ik je een keer roosten? Ik denk wel dat ik dat kan. Goed, voordat ik vandaag ga vertellen wat we gaan doen, ga ik jullie eerst vragen voor 5500 duimpjes omhoog. Ik weet dat jullie de hele tijd zeggen, oh, die aantal likes, die zijn echt weinig, man. Daag zelf even uit. Maar stel je even voor, als we straks in de laatste week van december zitten, dan moeten we in één keer 15.000 of zo halen. En als het dan een video is die in één keer wat minder goed doet, weet je wel, dan het zou zonde zijn als we niet het hele maand volmaken, snap je? Goed, dus geef deze video een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal, dan maak je kans op helemaal niks. Jawel. Als je een reactie achterlaat onder deze video en abonneert op mijn kanaal, dan maak je kans op een bezoekje van mij bij jou thuis. Wordt er gewoon even gechilled en dan moet het goed komen. Goed, overal de orde van de dag. Ik ben best wel een goede vibe en dat komt omdat mensen nee hard vinden. Ik krijg reacties, ik krijg complimentjes van jullie, maar ook van andere mensen en van... Lang van kort, het is gewoon, het valt in de smaak. Mensen vinden het lachen, mensen accepteren het, want ja, ik ben natuurlijk geen zanger. Want ik zeg nee. Ik doe niet mee, waar gaat dit heen? Ik ben geen André Hazes of zo, oké? Laten we dat even wel wezen. Maar ik vind het wel leuk om muziek te maken. En daarom doe ik het. Alleen, het is voor mij altijd wel eens spannend wat jullie ervan vinden. Want ja, straks heb je mensen die zeggen, oh, fucking wack ass bullshit. Je bent geen zanger, man. En ga je toch dit doen? Oh, loser. Maar gelukkig, als je heel eventjes kijkt naar de video, laten we even naar de trendingpagina staan. Want we staan op nummer 2, motherfuckers. Als we even onder de video kijken, zien we dat er 73.000 duimpjes omhoog zijn en 2.500 naar beneden. Hey, what's good, man? Maar wat ik altijd leuk vind aan als ik nieuwe muziek maak, is dat heel veel mensen er echt binnen no time iets mee doen. Dus of ze reageren erop, of ze maken vertraagde versies of versnelde versies. En het is weer zo'n dag, dames en heren. Het is weer het moment dat ik voor het eerst ga zoeken op Calvin. Nee. Om te kijken wat voor rotzooi er allemaal is gemaakt door jullie. Waar ik stiekem altijd wel van geniet. Ik ga even zoeken op Calvin. Nee. Hier staat Calvin. Nee. Lyrics plus muziek. What's good, Calvin? Dikke shout-out naar iedereen die nooit in me geloofd heeft. Shout-out naar iedereen die nooit in mijn geloof heeft. Oh, jammer man dat je nooit in mijn geloof hebt. Van niks naar kids gaan is niet makkelijk, nee. Er was nog nooit een YouTuber die zocht. Er was nog nooit zo'n YouTuber geweest die geschiedenis schreef. You had one job. You had one job and you fucked it up. Je bent dik, de helft van de YouTubers heeft een kleine pik. Ja, ik ga het ook niet eens. Ik heb ook geen zin om dit verder. Je hebt drie zinnen en ze zijn alle drie verkeerd. Ik word hier gewoon agressief van, hè? Over agressiviteit gesproken. Mijn duivelversie is gebaseerd op hoe ik ben als ik dronken ben. Nee, dat is niet waar. Mensen vragen, hoe kom je op het idee om zo'n liedje te maken? En voor mij was het best wel makkelijk. Ik vind namelijk het altijd keihard als mensen liedjes maken waarin ze gewoon even hard zijn, weet je wel? Alleen, het nadeel is, ik heb gewoon niet zo heel veel bullshit meegemaakt. Ik heb geen ouders die me nooit gesteund hebben. Ik ben niet gepest. Maar ik wil wel zo'n liedje maken. Dus toen dacht ik, oké, ik kan het via een omweggetje doen, snap je? Ik kan gewoon even dan doen alsof een andere versie van mij en dan blablabla. Dus zo is het ontstaan. Wat ook mooi is trouwens, ik dis natuurlijk Gio en Gio een beetje. En ik ken ze, dus ik weet dat ze het oké vinden. Maar Gio stuurde me dit bericht. Hij kreeg een DM op Instagram van iemand. Vind je het na wat Calvin deed, dan kan je hem misschien een appje sturen of DM. PS, probeer voor jezelf op de... En Gio zegt, ik vind je echt een klootzak. Dat is genieten. Dat is wel even fijn. Goed, heel even terug. Ik wil even naar het liedje. Want ik heb de comments onder de video wel natuurlijk bekeken. Maar nog niet echt aandachtig. Dus ik ga gewoon kijken wat de top comments zijn. Laten we checken. Wow, is je vader nu nog steeds op de boerderij bezig? Dikke respect. Ook mega goed nummer. Die man is niet mijn vader. Dat is... Het is ook geen acteur. Het is gewoon een man die ik via ken. Ik zei, wil je even op een zondag in een schuur een paar teksten uitspreken? Nou, dat wou hij wel. Dus toen deed hij overal een petje op. Iedereen denkt dat het een boer is. Maar ik ga je een geheimje vertellen. Het is geen boer. Het is ook niet mijn vader. Het is een hele andere meneer. Oh, die likes. Thanks. Ik heb trouwens een giveaway. 1000 V-bucks lopen tot deze aanstaande maandag. Dus doe mee als je interesse hebt allemaal. Joep, doe je winacties onder mijn video... Zo, optieven nou. Like als je wil dat Calvin de 1 miljoen abonnees haalt. 277 likes. Als ik trouwens al 1 miljoen heb, dan is dit een beetje achterhaald natuurlijk. Maar ja, ik film het een paar dagen van tevoren. Dus ik kreeg trouwens echt een mailtje. Dit is mooi. Komt-ie. Beste, ik heb net de diss-track van Calvin gezien. Niet mijn smaak, maar goed. Oké, kan gebeuren. Ik bedoel, doet me een beetje pijn. Maar niet je smaak, prima. Het is niet verstandig om vuurwapens in de clip te laten zien. Jou kan er veel problemen mee krijgen. Jou...
Jou kan er veel problemen mee krijgen. Nep of niet, ik vind het niet kunnen. Op straat schieten agenten je zo neer als je met zo'n ding loopt te zwaaien. Ja, ik ben toch geen Mogol? Ik ga toch niet op straat dat ding hebben? We stonden in een kelder. Eigen terrein van iemand. Met groet, Peter. Nou, Peter, dankjewel voor je mailtje. Ik waardeer het enorm. Ik zal er even over nadenken. Ik kom er morgen bij je op terug, ja? Oh, wacht. Ik heb erover nagedacht. Hou je bek. Nee, ik moet wel toegeven, je moet niet met zulke dingen op straat gaan rennen. Oh, goed. Correcte Calvin in de building. Stond gewoon na een uur al op Apple Music. Nice. Ja man, fuck it. Let's go, bitches. We zitten op Apple Music, we zitten op iTunes, we zitten op Google Play. Wat de fuck het dan ook mag zijn. We zijn er. Oh ja, trouwens, voor mij klinkt het heel logisch, maar misschien dat er mensen zijn die dit niet beseffen. Maar ik ben het hele liedje, ik doe het gewoon, hè. Ook het stukje van de boer en van het jongetje, dat ben ik. Het is gepitst zodat het als een oude mannenstem lijkt. Maar er zijn mensen die denken dat het gewoon echt die boer is. Maar ik ben het. Melk, 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 melk die koeien, mijn zoon. Nee, vader, doe het niet. Film het maak ik zo graag. Leuk feitje, Kelvin, dat je het zelf bent. Wow. We gaan even wat varianten van nee bekijken. Want jullie maken altijd je eigen versies ervan. Of jullie reageren erop. Ik ga het even checken. Google Translate zingt Calvin. Op een clip, je bent dik. De hel van YouTuber heeft een kleine. Op school was ik vaak in de kaart. Ik zag de dag. Mijn flow is te snel voor Google Translate. Ja. Want ik zeg nee, nee. Ik doe niet mee. Ik snap het idee. Ik vind het een grappig idee. Het is gewoon best wel kut. Reageren op Calvin? Nee. Hoop dat jullie deze video leuk vinden. Abonneer zeker op mijn kanaal. Like deze video. Daniel, zet hem op. Hey Kelvin, goed dat je er bent. Yo, Dio. Die 1 miljoen abonnees, ja? Die komen nu echt dichtbij. Ja. En dit is het juiste moment voor een nieuwe track. Oké, wat... Hij is gewoon aan het meeacteren in de scène. Dit is een diss track? Schijt dan hierheen. Calvin, zo ken ik jou niet. Sorry. Daniel, ik vind je vet. Maar het lijkt een beetje alsof je het geoefend hebt. Iedereen die nooit in jou gelooft, weet je, je leraar. Iedereen heeft toch in mij geloofd? Sorry. Hij is letterlijk mijn tekst. Zo herken ik jou niet, man. Dat is nooit gebeurd, dat slaat nergens op. Kijk. Dat zei ik ook al. Dat zei ik ook al. Dat zei inderdaad. Lekker gedaan, Daniel. Wat de fuck? Nee, kan toch niet? Ik had er niet van. Als je kijkt naar ik word nu al miljonair en ik word papa, is dit echt veel anders. Ik ken me. Lekker man, dankjewel voor je recensie, Daniel. Dankjewel, dankjewel. Reageren op nee, Calvin. Er is een liedje uitgebracht door niemand minder dan Calvin. Inderdaad, bitch, dankjewel voor de aankondiging. Wat doet hij dan? Hij zegt we gaan een district maken aan iedereen. En Calvin die denkt, what the fuck? Dat gaan we niet doen. Alleen ja, er is een of andere rare clown, of hoe noem je dat? Rare clown? Kijk, ik zit er keihard uit. Dit is een clown, dit ben ik. Zoek de verschillen. Clown, zullen we zeggen? Clown? Oh, clown. Oké, je vermeed het zelf. Niks gezegd. Reageer op Calvin? Nee. Ja! Ja! Jantastisch! Jan is er weer! Ik ken Jan nog van mijn vorige reactievideo. Jantastisch. Het kanaal van de... Jantastisch! Jantastisch, jonge man! Wat goed dit! Het is Jan Sember! Wat lekker dat het eindelijk weer Jan Sember is! Abonneer op mijn kanaal en hoor je bij de Jan Power Gang! Jan Power Gang! Ik ben sowieso lid van de Jan Power Gang, man. Ik wil een hoodie van de Jan Power Gang. Mag ik die? Ah ja, trouwens. Dit keer heb ik een screencode erbij. Pluspunten van mij. Jan is fucking epic! Er was nog nooit een YouTuber die zo geschiedenis schreef. Kijk, hij staat headbangen. Kijk, het hoofdje beweegt. Ja hoor, en er wordt weer gelachen om de boer. Lekker! De boer is echt epic. Oké, het eindoordeel van Jan komt eraan, dames en heren. Ik wil heel eventjes stilte, ik wil heel even focus. Jan, wat vind je ervan? Heel nice. Echt heel nice. Yes! Yes! Het is heel nice! Dit was gewoon goed. Het is gewoon een goede track. Goed werk, Calvin. Dankjewel, Jan! Dankjewel! Ik heb de recensie van de almachtige Jantastisch overleefd. Ik zag nog één reactie voorbij komen, die wil ik echt even checken. Sorry trouwens als het hier een beetje donker begint te worden. Maar hey, het is december, dus het is om 2:30 'smiddags al donker. Kak! Lara reageert. Hey Lara! Lara! Hoe gaat ie met je, Lara? Wat heerlijk dat je er weer bent! Wat zo? Die 1 miljoen abonnees, ja? Die komen nu oh, echt... Oh, dit is echt zo'n manager-mannetje. Maar dan in een serie is die slecht. Hij staat er echt zo bij van... Ik ben jouw manager, jij doet wat ik zeg. Dat was wel de bedoeling.
Dat was wel de bedoeling. Hij is een acteur, hij is niet meer echt mijn manager. Dat je het even weet. Nee, dat gaan we niet maken. Hoef jij niet te doen. Dat hebben wij al gedaan. Komt u hard de verrassing? Wow, het is de depressie emo versie van Kelvin, jongen. Depressie? De blonde variant, dat is zeg maar de depressieve Kelvin. Ik loop al jaren met een depressie rond, het is niet makkelijk, hè? Het is niet makkelijk. Wow, hij was Scar met zijn lipstick. Ja, dat was wel lekker. Netjes, goede referentie. Dat was serieus een beetje de bedoeling. Mufasa is gewoon die slechte, die heeft zo'n Scar. Dus Lara, je bent epic. Oké, we zijn aan het einde van het liedje. Het eindoordeel van Lara, Studio Lara. Naast Jantastisch toch wel een van de hoogst haalbare recensenten die je kan hebben. Dat was leuk. Oh mijn god. Ja. Stream nee op Spotify. En check hem op YouTube. I love you.